Professor Snoord leidt op bed. Alleen de puntjes van de lange eren komen boven het dekbed uit. Dank je de wekker. Stadig komt de professor omheeg. Hij zet een pootje naast het bed. En nog een. Dan gitter steen. Maar wat is dat nou? Oh, zijn pootjes die bibberjes, sa. En zijn holle docht, sa zeer. Ik ben sa hiet. En sa koot. Sa. De professor is ziek. Hij loekt een paar warme sokken aan. En hij zet een warme moets op holle. En ziet een wolle trui uit de kast. Maar de professor had het nog hartstikke koud. Hij kroop diep onder het dekbed. De knieën tosken klapper. Ineen gaat de deur van het kamerkiep. Vetje Fieter komt de kamer in. Ze had een prachtige jas op de arm en een hege punt hoed in de hand. Professor, professor! Waar ben je? Ik ga jou pak leren voor het verklaarfeest van morgen. Oh, is het net mooi? Pas het maar even. Ik lig op bed, vetje. Onder het dekbed. Vetje schoot het dekbed een beetje naar onderen. Oh, wat zucht die professor eruit. De knieën snuit is vuurreed. En het wetter rint hem uit de egen. De professor bibbert. Vetje zucht het wel. De professor is ziek. Hij had de griep. Vetje, ik voel me zo ziek. Ik ben de ziekste uitvinder van heel Friesland. Oh, ik ben zo misselijk. Die eerme professor, denkt Vetje. Als er zo ziek is, kinderen mogen ik naar het verklaarfeest. En ik ga krijgt ze mooi tovenaarspak voor hem maken. Ze laat de wie de jas over een stoel. Ze zet de hege punthoed midden op de tafel. Lizio Sagoer, professor? Zal ik het kessen op Scotje? Of misschien nog een dekbed helpje? Ik hoef neer, vetje. Oh ja, een hele grote boestuk. Van het snotter. Oh, ik wil alleen maar sliepen. Vetje helpt een grote stapelboesdoeken. Als ze bij de professor komt, sliept er al. Ze zucht naar het prachtige tovenaarspak op een stoel. En naar de punt hoort op een tafel. Ze zucht het. Morgen is de professor feest net beter. Morgen kinder net douchen en springen. Morgen kinder net jongen. In ien had ze geen zin meer om het verklaarfeest. Zonder de professor is er niet om. Ik zal de oren bissen van de bisteboord vertellen dat de professor ziek is. En dan bel je dokter. Vetje gaat naar Pieter Patat en naar Romke de Mol. En hij tiet de trompet. Ze vindt het alweer heel slim dat de professor ziek is. En dat er morgen net op het verklaarfeest wijzen kan. Dan belt ze de dokter. Hallo, praat ik met dokter Griepstra? Jo praatte met Vetje Fieter van de bisteboord. Vetje, wat er aan de hand is? Ja? Nou, dat zal ik jou vertellen, dokter. Professor Snoord is ziek. Hij is hiet en dan is er weer koud en misselijk en snotterig. En zijn pootjes trillen sa. De dokter zei dat de professor de griep had. En dat er op bed bleef hem had. Hij zal piltjes en een drankje voor de professor klaarzetten. En morgen komt er wel even te zien. Vetje gaat naar haar winkeltje. Het is daar een fleurige boel. Ze gaat lange slingers maken en wil 100 ballonnen opblaast. In een koor lezen feestpetjes en feesttoetes kleer. Alle keer voor het grote verklaarfeest van morgen. Misschien is de professor morgen wel een beetje beter. Ik hel je gauw zijn drankje en piltjes op. Vetje docht de jas aan. Ze loekt de warme moetsen oer de eren en wanten aan. Nog een breidende sjaal en kleer is Vetje. Ze neemt de fiets en trapt zijn hut als ze kan. Het drankje en de piltjes van de professor stingen al klaar. Op het flesje staat drie keer dies een lepel vol. En op het waske met pillen staat
3 keer daags een pil voor het eten. Vetje fietst weer naar de bisteboord. Zo, ik zal de professor gauw een pil jaan en een lepel van het drankje. De professor is wekker. Hij snottert en prust. Hij had al fjouwer boesdoeken weer. Oh, wat docht hem de holle nog zeer. En als er slokken mat, docht het ekkel zo zeer. Hij sjucht naar de stoel en naar de tafel. Wat luidt er? De tovenaar, Jos, en de punthoed. Oh, wat ben ik ziek. En morgen is het te verklaarfeesten. Dan moet ik in een vetje. Je sprake van, professor. Je moet op bed bloeien. Dat had de dokter zijn. Nou, neem me gauw een lepel van dit drankje.